Ik ben Jenny van Geest, een bewoner van de Goeselpolder. En ik heb een ontwerp gemaakt voor het pleintje wat nog gerealiseerd gaat worden. En dat pleintje is voor de Lidl. Het is begonnen met een berichtje in de krant dat gevraagd werd aan de bewoners om een plan in te sturen. Dat is gebeurd. Er waren veel inzendingen, wel bijna 100, waaronder een derde gedeelte parkeerruimte, een derde gedeelte groen en een derde gedeelte spelen. Daar ik voor groen ben, heb ik, dat was dit mijn eerste ontwerp ongeveer. Er zaten dan nog bankjes onder en stoeltjes, maar dit was het eerste ontwerp. En toen was het pleintje nog vierkant. Daarna is van het vierkante pleintje de helft afgetrokken. Dat gaat besteed worden voor parkeerplaatsen. Toen bleef er dus een hele andere vorm van het pleintje over. En dat was snel gezegd, was dat ongeveer dit op de plattegrond. Dit hier zijn dus de woningen, de Lidl, het parkeren wat al bestaand is. Dit is nog het te realiseren parkeerplein. Dit is het schoolplein en dit is de spinnen. En toen had ik bedacht, geasfalteerd helemaal met witte bloemen van thermoplast. Bleek veel te duur te zijn. Je kan het hier beter zien op de tekening. Een tekening waaraan de gemeente ook zijn medewerking verleent. Dat is met de stedenbouwkundige Perry Zeilema. En toen heb ik dat hier ingeplakt. Helaas ging dit dus niet door. Toen zijn wij verder gegaan en hebben andere plannen gemaakt. Want toen bleek het misschien losse tegels te kunnen worden. Dus ik heb overal, ik heb motieven verzonnen. Daar ben ik lang mee doorgegaan. Ik heb een aantal motieven bedacht en verzonnen. En daar is dit een korte weerslag van. Hoe je kan werken als je voor tegels kiest. En dat je één vorm kiest en dan met draaibewegingen. Dat er veel mogelijkheden zijn. Om dat ontwerp met die grote witte plastic bloemen aanschouwelijk te maken voor de bewoners, heb ik dus foto's gemaakt en die foto's nagetekend, zodat de mensen duidelijk een indruk konden krijgen hoe dat eruit ziet in de buurt. Dus dit zijn stukjes van de wijk. En dit is de plattegrond. Dit zijn de woningen. Nou, dit zijn nog enkele voorbeelden in toen wij dachten over losse grote platen met motieven erop. Daar heb ik hier een aantal voorbeelden van getekend. Dit zijn dus de woningen, dit is de Lidl, hier kom je het plein op. En dit is de parkeerplaats en dit is de school. Daar komt een groene haag omheen en hier achter langs ook. Dan is dit was een voorbeeld van die losse tegels. Dit is weer een ander voorbeeld. Dit zijn twee bomen en ik kan ze ook om en om plaatsen. Dus daar hebben we allemaal over gesproken. En dit waren ook tegels dus. Niet tegels, maar het was geasfalteerde platen met stukjes bloemen erop van wit thermoplast. En daar is dit ook een voorbeeld van. Dus telkens heeft dat plein, worden de grote platen anders neergelegd. Want ik wilde dat geasfalteerde doordrukken, maar dat bleek toch te duur. Dus vanuit dit plan, wat eigenlijk een verbroedering wil zijn als een groot tapijt met bloemen, is de overgang naar dit geworden. Dus op deze manier met vierkante platen stelton, dat is een soort dikke betonnen platen, die gaan we gebruiken, dat je toch een beetje speels motief krijgt en de uitlopers van die verschillende straten gebruikt. Dus waar we nu mee bezig zijn, is datzelfde oppervlakte van het plein te vullen met vierkante platen, waar ik een definitief motief nog niet voor gevonden heb. Maar hier laat ik zien dat ik met verschillende motieven het uit zit te proberen. Dit zou stippen kunnen zijn voor een boom. Die zwarte platen zijn dus de platen beton van 2x2 meter. En dit is een voorbeeld van één motief wat je verschillend neer kan leggen. Zodat je het motief kan laten aansluiten, zodat je weer een ander motief kan. Dit is een idee, maar dit is ook een idee van motief. Dit is hetzelfde idee als dit en dit zijn nog twee andere motieven. Maar het definitieve motief moet nog komen, daar ben ik nog niet helemaal uit. En dan zie je hier op de plattegrond het motief wat je hier net zag en dan is het ingetekend op de plattegrond. Dus dit zijn de woonhuizen, hier is de Lidl, dit is de spinnen, dit is de speelplein van de school en dit is het te realiseren parkeerterrein. Dus dit wordt eigenlijk het plein.
Dus had ik eerst het plan met de bloemen als vlak te gebruiken. Dat ze wit werden op een zwarte achtergrond. Worden het uiteindelijk steltonplaten van lichtkleurig beton. Daar wordt de vorm, nu wordt de bloem dus een getekende lijn of de vorm. En die wordt in het beton geëtst, zodat er een donkere lijn ontstaat. Want er zit basalt in het beton. Dus hier is een motief wat telkens verdraaid wordt. Hetzelfde motief kan je aan elkaar sluiten en krijg je een heel andere vorm dan dit motief. Dus daar kan enorm mee gespeeld worden. Dit is één. Kan ook een motief zijn. Heb je voorbeelden als je blokken op een rij legt. Je hebt een voorbeeld als ze aan elkaar zo aansluiten. En dit is weer net andersom. En dit zijn ook allemaal ontwerpen voor een motief. Hier is het een soort golfje en hier is het weer wat anders. En dat zijn uiteindelijk de geëtste lijnen in de betonnen platen. Nou, dit was ongeveer het verhaal in hoeverre we ver zijn. En we zijn al een heel eind. Het is nu nog het neerleggen van die platen en het uiteindelijke definitieve motief wat ter plaatse ingeëtst wordt. En dan in allerlei vormen. Er kunnen nog bomen tussen komen en er zijn een aantal platen verhoogd en dat worden dan de zitruimtes. En ik heb het erg leuk gevonden om hier aan mee te werken.